Dus we hebben deze bank besteld. Maar hij past niet in de lift. Goedemiddag, het is zondag 27 december en dit is de eerste weekvlog van Teske's afterparty. Normaal upload ik deze weekvlogs op mijn tweede kanaal, op het kanaal Teske, gewoon zoals je mijn naam schrijft, voluit. Maar omdat dit Teske's afterparty is op mijn hoofdkanaal, dacht ik, ik ga het op dit kanaal uploaden, zodat jullie elke week kunnen zien wat ik allemaal heb gedaan. We komen net van mijn ouders vandaan en nu gaan we naar Limburg, naar mijn familie. Dus we zijn net naar de Starbucks geweest en ik heb een snowball frappuccino besteld, want dat stond op een bordje. Ik heb eigenlijk geen idee wat het is, dus ik ga hem nu proeven. Wow. Wow, waar smaakt dit naar? Lijkt wel anijs of zo. Het is eigenlijk alsof ik een soort van hele koude, kruidige melk drink. Is het koud? Ja, het is een frappuccino. Wel lekker. Ik ben erachter. Het is een soort van romige frappuccino met amandelsiroop. Het is amandel wat je proeft. Ja, tuurlijk, want het smaakt naar marsepein. Oh ja, tuurlijk. Dat is gemaakt. Ja? Oh ja, dat is gemaakt van amandelen. Ik weet niet of ze nog hebben als je het kijkt, maar hij is heel lekker. Het is al vrij laat. Oh hey. Ik heb mijn eyeliner helemaal uitgesmeerd. Willen jullie zien hoe het eruit ziet bij mij als ik een hele lange video met heel veel beelden heb geëdit? Dat ziet er ongeveer zo uit. En nu is die klaar. En zijn we aan het uploaden. Ik denk dat het tijd is om te slapen. Het begint een beetje als vakantie te voelen en dat voelt erg lekker. Maar er moet ook nog een beetje gewerkt worden. Dus dat gaan Mert en ik nu op een hele relaxte manier doen. In een geweldig cafeetje, maar wel even flink werken, want er moeten wat dingen gebeuren. Ik heb voor de tweede dag geen oogmake-up op. Ik weet niet, mijn ogen voelen een beetje geïrriteerd ofzo. Maar op zich, het is de natural look vandaag. Dylan! Dylan, waar ben je? Er is niemand. Ik heb net weer mijn Teen Time playlist aangepast. Dit zijn allemaal hele rustige, chille nummers. En bijvoorbeeld van je broer heb ik het gevoel. Als je trouwens deze playlist nog niet kent, ik maak deze zelf en ik pas elke week aan. Behalve deze heb ik ook nog deze, Celebrate the Weekend. Die is juist wel heel druk en vrolijk. Dus als je ze nog niet vond, kan gewoon zoeken op de titels en dan vind je ze. De moeite waard om te bezoeken als je in Van Rooy bent. Wat is er gebeurd? Het is donker buiten. Wat er is gebeurd is het volgende. Kijk, de wereld die draait. Zijn we die draait continu. Nu ga je fouten maken, hè, Mert? Nu ga ik fouten maken. Ik kan het beter niet doen. Productieve dag gehad? Productieve dag gehad? Nou, ik vraag het aan je. Oh. Productieve dag gehad? Ja. Productieve dag gehad. Deze winkel heeft zulke leuke decoratie. Ja. Mooie stoelen. Dit is net Stacy Rookhuizen. Ik zweer het. Kijk nou. Oh, wat de hel. Leek best op die pop. Ja. Ik vind deze fase van de lucht altijd zo mooi. Dat het zeg maar wel donker is buiten, maar dat je daarachter zo nog een beetje zo ziet. Ja, dan kan je zien hoe donker eruit ziet. Heel bijzonder vind ik dit zo. Ik ga nog even een klein beetje Age of Empires spelen. Sinds die landparty ben je op en ben ik weer helemaal verslaafd. Dit is zo'n leuk spel, jongens. Ik speelde dit vroeger echt superveel. Ik weet niet wat hier is gebeurd, maar het is gebeurd. Oké, doei. Goedemorgen, guys. Het is maandag. Nee, dinsdag is het. Ik heb vandaag afgesproken met een aantal van mijn fanaccounts. Die hebben samen een soort van meeting voor elkaar georganiseerd. Dit zijn allemaal meiden die soort van vriendinnen zijn geworden nadat ze een fanaccount voor mij zijn gestart. Dus dat is echt mega cool. En ik ga daar vandaag even langs. Dus dat ga je nu zien. Daar zijn ze. Ja,
mini chihuahua. Hi. Ik zie ze. I see them. Hallo. Ik dacht, waar zijn jullie nou? Die heb ik gekocht, echt dit weekend. Maar dan in een andere versie. Met die twee. Ja, ik zweer het. Dan kan ik er twee maken in de video. Kijk nou, echt gewoon allemaal geiten. Dit is het afscheid. Ah, het was super gezellig. Echt heel erg leuk. Doei. 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 Thanks. Dus ik heb net een meeting gehad met de meiden en het was heel gezellig. Alleen Merk belt net. Wij hebben een nieuwe bank besteld. En ze kwamen net brengen. En nou past die niet in de lift. En nu weten we niet zo goed wat we moeten doen. Maar we hopen dat we een verhuisservice kunnen vinden die zeg maar die bank zo echt super veel verdiepingen omhoog kan tillen. En anders, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet wat we niet zo goed moeten. En van Leen Bakker, waar we het hadden besteld, die wilde hem ook niet helpen omhoog tillen. Dus ik ga snel naar huis, want Mert zit in een crisissituatie. De bank staat nu dus gewoon in de hal, zeg maar, waar je binnenkomt bij ons in het gebouw. En niet bij ons in het huis. We hebben natuurlijk die rode banken, die zijn echt super mooi en die houden we ook sowieso. Maar ze zijn wel een beetje oncomfortabel, omdat ze gewoon, ja, ze zijn gewoon heel oud. Het zijn niet echt banken bedoeld om op lekker te liggen en een filmpje te kijken. Dus we hebben deze bank besteld. Maar het was niet in de lift. En wij wonen best wel hoog. Maar we weten nu niet zo goed wat we moeten doen. Dus nu zitten we hier met een bank in de hal. Oh jongens. Oké. Het is inmiddels een paar uur later. We hebben een soort van transportverhuisservice zover gekregen dat ze het morgenochtend komen fixen. Ze zeiden eigenlijk van zoveel etages gaan we niet omhoog. Maar ze gaan het toch doen. Mert en ik hebben net even de trappen omhoog gelopen. En het is wel echt ook. Het is echt veel trappen met een hele zware bank. En voor nu, ja, de bank staat nu nog steeds in de hal. Ik hoop dat niemand hem komt jatten. Dus Mert en ik zijn naar de postbus geweest. En er was echt zoveel. Er waren zoveel pakketjes. Toen zijn we ook nog naar de supermarkt geweest. Heb ik vooral heel veel schoonmaakspullen gekocht. En deze mooie bloemen. Maar wat ik nu eventjes wilde doen, is alle pakketjes die ik heb gekregen uitpakken. Maar het gaat wel echt high speed zijn. Dus dit is geen unboxing video. Dat moet het niet worden. Het gaat echt high speed unboxing zijn. Ik laat jullie snel zien wat ik allemaal heb gekregen. Ik ga eerst even alle dingen doen waarvan ik verwacht dat ze van kijkers komen. Hey, jou heb ik vandaag nog gezien. Dankjewel Tessa. Dankjewel Romy en Suzanne van Brabantsmeisjes.nl. Dankjewel Nienke. Een hele lieve lange brief van Eline. Dankjewel. Luna heb ik vandaag ook nog gezien. Dankjewel Luna. Oh, deze is mooi. Dankjewel Anne Wil. Dankjewel Lisa. Vet schattig. Oh. Gekregen van Esther en Imke. Dankjewel. Dit heb ik gekregen van Albelly. Oh, kijk, ik zie dit natuurlijk veel te laat, want het is al kerst geweest. Maar ze hebben kerstkaarten gemaakt met mijn foto's erop. Dit ziet er mooi uit. Het zijn cadeautjes van iemand die liever niet in de video wil. Maar heel erg bedankt als je dit ziet. Je herkent je verpakking waarschijnlijk wel. Dankjewel. Nog een kerstkaartje van Alyssa. En erbij zit een tekening. Dit is van niemand. Zo lief, dankjewel. En het is een boek en het heet Liefdesbrieven aan de Sterren. Ziet er heel mooi uit. Volgens mij is het echt een super mooi ontroerend boek. Dus die ga ik lezen. Oeh. Oeh. Ik hoopte er al op. Kijk. Oh, je ziet het niet goed. Kijk. Zo cool. Dit is dus van Uncover Lab. Wat is dit? Chocola. Het heet Hands of My Chocolate. En dit is de smaak Caramel Macchiato. Een pakketje van CNP en ik weet wat het is, namelijk sokken. Oh, ik heb die met ananasjes gekregen. En dan tot slot dit enorme pakket. Waarvan ik weet waarvan het komt. Oh, ik kan hem gewoon eens op schoot nemen. Beautiful Bijou, dat is een sieradenwebshop. Die sturen mij al jaren, elk jaar een kerstpakket. En met mij nog vele andere bloggers. En het is altijd fantastisch met heel veel voedsel. Sorry dat ik hem nu pas openmaak. Maar ik wilde nog naar mijn postbus gaan. Maar het was helaas gesloten omdat het kerst was. Chips. Kerstkrantjes. Oh, yummy. Yummy. Oh, dit is echt niet normaal. Marshmallows. Hey, kaarsjes. Deze had ik serieus nodig. Candy canes. Meer chocola. Meer chocola. Meer chocola. Oh, dit vind ik lekker. Van die rolletjes.
En dan zijn we nu voorbij het etensgedeelte. En er komen nu alle sieraden. Maar die ga ik even uitpakken op mijn gemak. En dan ga ik ze even voor jullie filmen. Oké, guys, dit is echt fantastisch. Dit is alles wat erin zat. En het is zo leuk, want vorig jaar was niet per se alles heel erg mijn stijl van deze webshop. Maar wel altijd zaten er wat dingen tussen. En het lijkt wel alsof op dit moment alles mijn stijl is. Kijk dan hoe mooi alles is. Heel leuk. Dit is een USB-stick in de vorm van een ijsje. Mooie shell. Ja, ik vind eigenlijk alles leuk. Jeetje, dankjewel. Iedereen gewoon sowieso. Het is eventjes een rotzootje hier, maar dankjewel, man. En dit is dus de webshop waarvan het is. Beautiful Bijou. Zoals je kon zien, ik heb vanmorgen lekker opgeruimd en schoongemaakt. Daar ga ik straks weer verder, maar ik ga nu eerst even naar iets anders toe. Het projectje waar ik straks wat meer over vertel, maar we moeten nu echt weg. Hier verderop in de straat zit Docs. En daar organiseren ze allemaal leuke dingen voor kinderen uit deze wijken die eigenlijk niet zo heel erg vaak de kans krijgen om zulke leuke dingen te doen. En bijvoorbeeld ook nooit in aanraking komen met muziek of met film of met acteren, dat soort dingen. En nu, volgens mij in samenwerking met Wild Things, zijn ze videoclips aan het maken van artiesten. En ik ben een van de artiesten, dus ze zijn zeg maar een videoclip aan het maken van Lievelings. Dus ik ga eventjes langs en dan ga ik er zelf ook nog in spelen. En dat wordt echt super leuk. Ik kom echt net weer terug. Ik ben net mijn auto weer ingestapt. Dit was echt onwijs leuk. Deze kids waren zo enthousiast. Ze kenden mij ook allemaal van mijn filmpjes. Dat had ik helemaal niet verwacht. Want het zijn nog best wel jonge kinderen. Ze waren super lief en waren me de hele tijd aan het knuffelen en zo. Helaas heb ik wel echt afgrijzelijke koppijn weer gekregen. En dat is niet leuk. Want ik wil nog opruimen en schoonmaken. En ik weet gewoon van mezelf dat er nu dan gewoon niet zo heel veel meer van terecht komt. Dag lieve mensen, het is donderdag en het is vandaag oudjaarsdag. Ik kan nog niet helemaal beseffen eigenlijk dat we gewoon vanavond het jaar uitgaan, maar het is wel zo. Ik had hem nog helemaal niet aan jullie laten zien, maar de bank staat inmiddels in de woonkamer. We hebben een verhuisservice of een soort van transport, meubeltransportbedrijf kunnen bereiken. Die heeft geholpen de bank omhoog te tillen. De volgende keer, wij zijn ook echt van die dummies die dan gewoon niet de dingen afmeten en zo. Hij had echt maar 5 centimeter breder hoeven zijn en dan had hij gewoon niet bepaalde bochten kunnen maken. Dus we zijn weer erg slim bezig geweest, Maarten en ik. Maar dit is hem. Er liggen nu wat spulletjes, maar het heeft net een voice-over opgenomen. We hadden hier nog een hele lege hoek in de keuken. Dus daar kon hij heel goed staan en we hebben zo'n poef erbij. En dan doen we hier nog een keer nog wat leuks boven op de muur. En de eettafel staat nu hier. Het is nog steeds een beetje rommeltje, we moeten nog steeds een beetje kijken van hoe we alles indelen. Maar hebben we hier nu gewoon een knus zithoekje. En die andere banken, ja, die zijn super leuk en ik wil die heel graag nog houden. Maar die zitten gewoon wat minder lekker. Dus die hebben we gewoon nog steeds hier staan. Misschien dat we die nog een keertje op een andere plek zetten. Dat ze gewoon meer voor de sier zijn in plaats van echt om op te zitten. Ik zit nog lekker lui zonder make-up. We hebben al boodschappen gedaan. Dus we hebben heel veel lekkers in huis voor vanavond. Maar de familie is hier. We gaan vanavond uit eten. Daar heb ik heel veel zin in. Lekker Turks eten. En dan gaan we hier lekker vanuit huis en misschien nog buiten het mooie vuurwerk in Amsterdam bekijken. Ik voel me heel chill. Het is echt een hele chille oudjaarsdag. En dat is wel heel fijn. Daar was ik wel aan toe. We gaan bijna eten en ik zie af en toe al vuurwerk buiten. We hebben net gegeten. Het was lekker. Ik zit echt mega vol. We ontploffen straks gewoon. Net zoals al het vuurwerk. Ik hoor echt al overal knallen op straat. Ik heb nog niet echt groot vuurwerk gezien. Maar hopelijk kunnen we dat straks wel gaan bekijken. Je had moeten stoppen, sukkel.
Er wordt hier en daar een beetje vuurwerk afgestoken, maar ik hoop dat het als het 12 uur is, dat het wel nog iets spectaculairder is. Wow! Oh! Oh. En voor de duidelijkheid, het vuurwerk komt tegen het gebouw aan. Dat was eng. Bijna! 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 5, 4, 3, 2, 1! Woehoe! Maar lukt het! Oh mijn god! Het is 2016! Fijn 2016 iedereen, ook al zien jullie dit pas een paar dagen nadat het tot 2016 is geworden. Goedemorgen. Het is 1 januari. We zijn wel een klein beetje brak en we hebben geen eens gefeest. Maar hier in het appartementencomplex was wel iemand anders heel erg aan het feesten. Zoals heel veel boom boom muziek. Maar eigenlijk heb ik vrij lekker geslapen. Er is wel echt al 2 dagen een heel serieus probleem gaande. Het werkte echt top tot 2 dagen geleden. Dus nu hebben we in de woonkamer geen wifi, alleen maar boven. En dat is vervelend, want we hebben eigenlijk bijna alleen maar in de woonkamer gezeten de afgelopen paar dagen. Net zo'n groot serieus probleem waar we 2016 mee ingaan. Het is ook een probleem dat ik nog steeds in mijn pyjama zit en het is bijna 4 uur. Ik ga me aankleden. De top 3 van de mega top 50 covers bij Giel is bekend. En... duurt lang. Wie staat er op nummer 1? Je ziet het nog niet. Waarom laat hij niet? Oh, it's me! Ik vind het zo cool, jongens. Ik sta gewoon op nummer 1 van de 50, top 50, mega top 50 covers van Giel bij 3FM. Op freaking nummer 1. Dankjewel. Dit is echt top begin van 2016. Ik heb trouwens een nieuw jurkje aan. Kijk hoe leuk. Hij is van nieuw look. In mijn vorige vlog zaten Matt en ik in de auto op weg naar een motorbrommercentrum om naar een brommer te kijken. En Matt's brommer is er nu. Dus we gaan nu naar beneden en dan gaan we hem bekijken. Ah! Het is niet warm, laat ik het zo zeggen. Matt. Ja. Wat heb je nu toch weer gedaan? Mijn naam is Matt en ik heb een schakelbrommer gekocht. Het was even oefenen, maar volgens mij heeft hij de smaak te pakken. Ik vind hem echt mooi, dit ding. Merk dacht dat hij kleiner zou zijn, maar ik wist wel hoe hij eruit zou zien. Mijn broer heeft een motor, dus natuurlijk geen motor, maar het lijkt een beetje op elkaar. Als ik maar achterop mag, dan ben ik tevreden. Lieve mensen, dit is het einde van de weekvlog. Hij is echt veel langer geworden dan ik had verwacht. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dit was mijn week. En ik zou zeggen, op naar volgende week. En dan is er nog maar één ding te doen. Hartjes! Doei doei!